Ja, wat er mij hier meteen opvalt, is die gelaagdheid. Dat is hier echt het typische voedselbos-ideaal dat we hier zien. Hey, hoogstam met planten waar hij aan bleef haperen. We laten er van alles best zijn. Eigenlijk voor de bijen tussen staan, dat is een ander verhaal. Ja. Dus ja, we hebben eigenlijk hoogstam, we hebben laagstammen staan, die staan verderop in de rij. En daartussen hebben we nog struiken geplant. Ja. En als we kunnen, zetten we nog een bodembedekking eronder. Oké. Dus dat is dan bos, aan deze kant ook, hier staan bosarbeidjes ertussen dus. En kan ik je uitleggen welke soorten er hier allemaal staan rondom ons? Ja, dit is een peer, een dubbel flip. Ja. Dus eigenlijk bij mij is dat een jeugdsentimentboom. Bij mijn ouders op de boerderij stond een enorm grote boom. En dat was altijd het begin van het schooljaar waar die peren rijp. Dus dat is iets dat bij mij in mijn geheugen zit. Dus vandaar is hij blij en hebben we daarvoor gekozen. Hier zie je ook allerlei onze Dada kruisbessen staan. Dus hier zie je een mooi ras dat goed resistent is. En daar zie je dat het helemaal bedekt is met meeldauw. Ja, het kan nog erger zijn dan dat. Wat krassen zijn dat? Dit is Rixanta, ja. Dat moet ik even nakijken. Dat is een oud ras, het is een oud ras. Dat moet je niet weten, want hij heeft toch meeldauw. Ja, dus die, ik zei het, de collectie is allemaal genummerd, maar dat moet ik even nakijken. Ja, oké. Okay. En hier dan naast ons, dat zijn appelbomen. Je hebt daar een beetje geleid zo. Ja, dus eigenlijk, die waren oorspronkelijk gewoon groeiend, maar omdat ze eigenlijk te ver over het pad komen, hebben we vorig jaar beslist om ze in leivorm om te vormen. Dus we zijn eigenlijk zijn dat bomen in transitie. Mocht. Dus we hebben ze nu de eerste keer eigenlijk tegen de draden min of meer getrokken. Ja. En nu gaan we ze proberen eigenlijk terug een volledig stelsel te krijgen. Ja, dus ja. En was dat de... Dat kost wel productie. Ja, waarschijnlijk. Dus was het hier halfstam of laagstam? Dat zijn laagstammen. Ja. Dit is laagstam. En je kan dus makkelijk van de laagstam omvormen naar leefruit. Of het makkelijk gaat, we doen het gewoon. Dus eigenlijk, ja, we doen het gewoon. Ja. En bij de ene gaat het iets vlotter dan bij de andere, hangt af van de takkenstand een beetje. Ja. En ook het licht. En die kruisbessen, ik zie dat die hier geen ondersteuning hebben. In principe hoeft dat dus nee, niet. Nee, die kunnen echt als struik staan. Ze worden niet zo hoog als een rode bes. Dus je ziet ze groeien uit en ja, we snoeien ze open in de winter. Ja. Oké, okay. Dus we hebben hier verschillende lagen. De steenlaag, de graslaag, de bodembedekkerlaag van de aardbeien, de halfstam, de laagstam, ja. En de hoogstam. Ja. En ja, uiteindelijk, terug allemaal dicht bij elkaar, dat stoort niet dan die peren of die appels vallen op die kruisbessen? Maar op dat moment zijn ze weg. Ja. En meestal gaan wij het fruit plukken voordat het valt. Want als het valt, is het meestal al te rijp om er nog echt te verwerken. Ja. Dus we gaan echt of ze eten of verwerken. En ze staan ook niet in de weg, die struiken? Absoluut niet. Nee. Dus, en dat kan perfect eigenlijk. Je kunt echt eigenlijk een drielage, in houtige gewassen eigenlijk een drielagig systeem uitbouwen. Je moet alleen voldoende ruimte tussen je hoogstammen zien dat er nog wel licht tussen komt. Ja. Dus dat het of onder de boom komt, hier zie je, hier ligt een pad, hier komt het licht eigenlijk binnen. Ja. En daarachter heb je ook weer terug licht. Dus. Ja. Dus eigenlijk, als je bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, je zet een laagstam fruitboom voor het hier, kan je, terwijl je die laagstam plant, daar onmiddellijk die kruisbessen naast gaan zetten? Wij hebben dat gedaan eigenlijk ook een beetje experimenteel. Normaal gezien zetten we er omdat we ze ruim geplant hebben, zetten we er twee tussen. Ja. Maar uiteindelijk zijn er daar nog bijgezet, gewoon voor ruimte te zoeken en dat lukt eigenlijk behoorlijk. Dus wacht, dat is hier wat, 2 à 3 meter ongeveer? De afstand tussen de bomen, ik dacht dat het bijna 4 meter was. 4 meter? En dan heb je om de meter ongeveer een kruisbest gezet? Ja, klopt. En eigenlijk zelf aan de stam zelf, kan je in principe zelf naast elkaar planten op het moment zelf? Ja, bij een jonge boom is dat wat moeilijker, maar eens dat die boom er is, kan die erbij. Ja, nee, boeiend. Ja, zo zie je dat er enorm veel in gelaagdheden kan gewerkt worden. Ja, en je kunt veel op een kleine ruimte krijgen. En dat is wat we met voedselbossen willen doen. Ja. Fantastisch. Merci voor de uitleg. Graag gedaan.